In Amsterdam. Ik ga nu eerst naar een eventje van editen. Super veel zin in. Het is echt een droomtje van mij. Ik heb ook een heerlijk zomervlokje aan de tasje. Is van Zara. Echt super leuk. Ze hebben ook allerlei verschillende nieuwe kleuren. Maar ik heb nu eerst met Edited en Midi Flowers in de tent. Super leuk. Oké, sorry. As always is het natuurlijk weer super windy als ik buiten wil vloggen. Maar we gaan volgens mij een flower workshop doen. En ook een stukje embroidery op een nieuwe collectie item of zoiets. Super leuk, heel veel zin in. Er is ook familie uit Canada vandaag in Nederland. Die slapen bij ons, maar we zijn ook lekker in Amsterdam. Dus straks ga ik ook met hun even naar het museum. En naar een eigen straatje lekker wat shoppen en zo. En morgen heb ik ook een hele leuke dag met heel veel afspraken in Amsterdam. Dus dan ben ik weer in Amsterdam. Heb ik een leuk koffiedate. Beaumont event, volgens mij ook met Mini Flowers, maar we shall see. Uniqlo afspraak en daarna ook een concert. We gaan even eten bij Chappie's, met mijn vriend. En daarna ga ik met mijn zus naar een concert van Mens en Boom. Dus allemaal leuke dingen. Misschien wordt het dus 2 vlogs. Maar nu eerst lekker naar het edited event. Echt zin in. En hier hangt ook de nieuwe collectie. Kijk hoe goed deze broek is. Love it. En dit ook. Ja, hier ben ik echt helemaal verliefd op. Daar hebben ze ook een jurkje van. En dit is of course ook heel leuk. Ik denk dat mijn faves deze zijn en die broek. Hoe leuk is dat bij elkaar? Love it. En ook echt heerlijk. Ik match goed met de collectie. Heerlijk. Ik ben nu hier, maar het is echt hard. Kijk wat er bij me is. Deze is denk ik ook wel leuk. Net geleerd van Selena waar die tas van is. Dat zal ik even in het scherm doen. Maar hoe goed is die? Love it. Het is een beetje Maison Margiela vibes. Maar heerlijk. Heerlijk. Wij zijn weer buiten. Ik ben echt een heerlijke bos bloemen. En we zijn nog even aan het connecten met elkaar op de kanalen. Zodat we elkaar ook lekker volgen. En zo, maar super leuk. Echt een hele lekker gezellige selectie aan girls. En nu ga ik even naar de auto. Dit weer lekker terugbrengen. En dan lekker met de kanaal. Ik heb ondertussen de andere gevonden. We hebben net even lekker gegeten bij Stag. Super lekker. Naast koekjes hebben ze dus ook lekkere sandwiches. En nu gaan we even naar de negen straatjes lekker shoppen. Oké, babes. Ik doe dit shopgedeelte even door een voice-over. Allereerst Connie. Dat is of course echt een heerlijke store. Ik vond deze
jurk heel leuk. Hoe goed is die voor summer? Die jas ook. En deze glittert op helemaal gezellig. Ik vind dit trouwens ook altijd een leuk winkeltje. Zit er tegenover. Love Stories ook, of course. Ze hebben daar nu echt heerlijke kleurrijke items. Lekker voor mix match. Die kletsen altijd goed. En we wouden even naar de episode. Ik vond die topjes heel leuk. En ze hebben hier ook echt heel veel lingerie jurken. Super leuk voor de zomer. Paul Smit, Essential Antwerp. Daar hebben ze een archive store van. Ik zocht naar een tas, maar die hadden ze helaas nog niet on sale. Maar wel heel veel andere leuke items. En toen dachten we gaan even in de zon lekker eten. Hey babes, ik dacht ik check er even bij jullie in. En nee, het is gewoon even wat wees shoppen. Ik denk dat ik dat stuk even met voice-over doe, maar dat hebben jullie nu al gehad. En daarna zijn we even lekker wat gaan eten. En nu ben ik bij Ona. Voor de Ona-dagen, een soort prestdagen. Dus daar ga ik nu even heen. Ik zie echt al vet veel mensen er naartoe die ik nog niet ken. Dus ik ben benieuwd. Maar waar we zien, dus daar neem ik jullie nog even mee. En vanmorgen doe ik denk ik even een andere losse vlog. Let's go. Oké, Ona binnen het boek ook even via voice-over. Was echt super leuk om de nieuwe collecties te zien van de merkjes waarvoor hun pers doen en PR. Voor een Monkey hadden ze wat leuke dingen. Vond het jasje wel heel leuk. Je kon lekker een cocktailtje nemen. En we mochten ook even naar de gifting suite. Ze hadden wat Morphe producten. Ik vond die jurk echt lijken op een van Sinagoya. Deze van de Monkey. En ook wat van Levi's gekregen. Dus echt super leuk. Ik ben weer terug van het event. Het was heel druk. Dus ik had er niet echt geplocht. Ik heb wel wat hoodies gekregen. En heerlijk. Levi's jasje, misschien laat ik dat zo nog zien. Als het thuis van licht is als ik naar huis rijd. En ook een heerlijk Monkey jurkje. Dus dat is super leuk. Even met deze denk aan Sinagoya. We gaan weer lekker naar huis. Morgen is weer in Amsterdam, dacht je. Dus dat wordt deel 2. Ik vond het nu heel erg bedankt. Ik ga het leuk vinden. En tot de volgende!